Kennen jullie het gevoel als je een pakketje krijgt en je wacht daarop echt lang en dan krijg je eindelijk het pakketje. En dan denk je zo van yes, het pakketje is hier, even die doos open scheuren. Speciaal voor jullie record ik hoe ik deze doos open scheur. De doos is fucking groot en wat er is, dit zien jullie in de titel natuurlijk. Ik wou het een beetje geheim houden, maar als ik het geheim ging houden, ging niemand op de video klikken. Dus ik heb het gewoon maar in de titel gezet, het is een fucking scuffy. En ik ga deze doos echt open doen op een professionele manier. Dus ja, vind je de video leuk, doe een duimpje omhoog hè? En ik ga eraan beginnen, let's go. Hier zitten we dan. Met de doos. Het is een fucking grote doos voor iets klein, denk ik. Maar dus, het is de tweede keer dat ik een unboxing doe voor een doos van Game Gear. En deze keer is de doos echt veel groter. Game Gear is ook gewoon super handig, omdat mijn ouders geen creditcard hebben, dus een Visa of zo. En op Game Gear kan je gewoon al die zotte dingen, Control Freaks en al die shit en scuff, bestellen met een bankkaart. En ze leveren ook de dag erna, dus daarom is Game Gear echt gewoon fucking nice. Dikke shout-out naar Game Gear. Eigenlijk hoop ik gewoon te hard op sponsoring, maar ja. Laten we er maar direct aan beginnen, dat ik jullie niet langer hoef te laten wachten. Ik hoop echt dat dit ding fucking nice is. En ja, let's go. Oké, dus hij is open. En typisch Game Gear. Heel de doos vol stoppen met moesjes. Eigenlijk is dat echt wel cool. En deze keer ga ik ze er niet uitsmijten. Deze keer ga ik ze er gewoon mooi in laten zitten. En daar zien we de doos al. Oh my god. The one and only Scuf Gaming voor PlayStation. Dus, laten we hem eruit halen. Lekker schuiven. Oh my god. Het moment waar we allemaal hebben opgewacht. Daar staat hij dan. Even Doritos in beeld brengen. Misschien word ik ook gesponsord door Doritos. Gaming 4. PlayStation. Laten we het er mooi van halen. Daar komt hij. Jongens. Oh, er ligt nog één kaartje boven. Scuf Gaming. Oh, er ligt nog één kaartje boven. Laten we dat er mooi van nemen. Jongens, daar komt hij. 3, 2, 1. Oh. 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 Oh, baby. Oh, baby, a triple. Oh my god, jongens. Met de mooie Scuf Gaming panels. En ze zijn heel makkelijk in te drukken. Ze zijn echt soft. Niet zoals de vorige keer. Misschien ook omdat ik het al een beetje gewend ben. Echt mooi. Met de mooie groene camo. En wat jullie ook zien, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Deze joystick is een beetje ingedrukt. En deze is zo mooi omgeplooid en naar boven. Ook vet is dit. Het zijn geen pijltjes meer, het is nu gewoon eigenlijk een rode bol. En damn, hij zit echt lekker in de hand. Hij is super nice, super mooi. De schietknopjes, deze, zijn ook gewoon fucking nice zoals elke keer. Hij zit echt oh, zo nice in de hand. Hij is ook gewoon super nice, super lekker. En alsof een scuff controller nog niet genoeg is, kunnen we er ook nog altijd een Control Freak aan toevoegen. De Control Freak Phantom. Dikke shout-out naar Unagis dat ik deze mocht hebben. En nu is hij echt gewoon ja, compleet. De Control Freak staat erop. De joysticks, fucking nice, fucking soepel. Echt gewoon mooie controller. €160. Gebruik zeker de code van Castiop of van Jaraski om 5% te krijgen op deze fucking nice site. Ik ben Acid. Ik zeg bedankt om te kijken naar de unboxing. Vond je het nu leuk? Laat dan zeker een groen duimpje omhoog achter. Drop ook iets in de comments. Druk zeker op subscribe. En er is geen teken voor subscribe. Maar fuck it. Ik zie jullie morgen om 6 uur op mijn channel. Let's go team. Adios.